Het is woensdag 13 augustus. Welkom bij Rijnmond Nieuws. Lift in Hellevoetsluis blijft maar kapot gaan. En Europese primeur dankzij de Marabous van Diergaarde Blijdorp. En alvast kort het weer van Ed Aldus. Donderdag is het wisselend bewolkt, dus er is zeker ook ruimte voor de zon. En vooral ten oosten van Rotterdam is de kans op een paar buien in de middag groter dan vandaag. Temperaturen een graad of 20 en er waait een matige zuidwestenwind. Graag tot straks. De rechtbank in Rotterdam behandelde vandaag twee woningovervallen. Eén in een woning aan de Zijdewindestraat, waarbij een bewoonster van 42 jaar in haar buik werd geschoten. En een overval aan de Tromsodreef, waarbij de bewoners en hun kinderen met een wapen zijn bedreigd. Verslaggever Patrick van Heesik was bij de behandeling van de zaken. Patrick, twee heftige overvallen. De zaak van de overval aan de Zijdewindestraat is aangehouden, zoals dit met juridische termen wordt gezegd, voor verder onderzoek. En de tweede zaak startte aanvankelijk als een gewone rechtszaak, maar werd ook geschorst. Waarom? De zaak werd geschorst omdat er onduidelijkheid bestaat over de vertalingen van de telefoontaps. Dat is het belangrijkste bewijsmateriaal in deze zaak. Het Openbaar Ministerie had een vertaling laten maken en omdat ze twijfelden daarover hebben ze een tweede vertaling laten maken. En omdat die allebei van elkaar verschilden is er een derde vertaling gemaakt. Nou, de rechtbank vindt het te onduidelijk dat er verschillende vertalingen bestaan en wil nieuw onderzoek naar de telefoontaps. En daarom is de zaak aangehouden. Hoe gaat het nu verder met de verdachten? Zitten die allemaal nog vast na vandaag? Eén verdachte was vandaag gewoon op de zitting en is al vrijgelaten. Dus die kon ook gewoon weer naar huis en moet zich wel beschikbaar houden voor de rest van de rechtszaak. De andere verdachte zit al 8 maanden in voorarrest en daarom vroeg zijn advocaat vandaag om schorsing van die voorlopige hechtenis. Daar is even overleg over geweest bij de rechtbank en dat is afgewezen. Dus die blijft vastzitten. Oké, Patrick van Heesik, dankjewel. Gemeenten moeten sneller het bestemmingsplan van boerenbedrijven veranderen. Want op die manier kunnen leegstaande boerderijen makkelijker tot bijvoorbeeld een wooncomplex worden verbouwd. Dat stelt de stichting Boerderij en Erf Alblasserwaard en Vijfherenlanden. Volgens de stichting ontstaat er binnen 15 jaar meer dan 30 miljoen vierkante meter aan leegstaande boerderijen. Dat komt hoofdzakelijk doordat het boerenbedrijf steeds groter wordt door samenvoeging. En dat is het directe gevolg van modernisering en gebrek aan opvolgers die boer willen worden. Oplossing zou dus kunnen zijn de leegstaande boerderijen een nieuwe functie te geven. Een Europese primeur in Diergaarde Blijdorp. Voor het eerst heeft een Marabou-stel een jong in de buitenlucht grootgebracht. En dat is heel bijzonder. Dit is hem dan. Het 5 weken oude Marabou-jong is sinds deze week voor het eerst goed zichtbaar. En zijn ouders hebben iets heel unieks gepresteerd. We hebben een Marabou-stel wat een jong heeft grootgebracht midden in de Europese zomer. En dat is eigenlijk helemaal niet de tijd van het jaar waarin ze broeden normaal gesproken. De Afrikaanse ooievaars broeden normaal alleen in de Europese winters in een verwarmd binnenverblijf. Nou, dat is bij dit stel niet gelukt. Op een of andere manier lukte het niet om een nest te bouwen. En toen dacht dit stel, nou dan gaan we toch gewoon buiten in de bomen nest bouwen. En dat is gelukt en hebben ze eieren gelegd. En een jong grootgebracht. Heel uniek toch? Het is echt uniek voor Europa. Dat sowieso deze tijd van het jaar. Maar ook dat in een buitenfourière dit zo geboren is. Niet alleen het warme voorjaar, maar ook het verblijf van de dieren heeft daarbij een belangrijke rol gespeeld. Het is een heel ruim verblijf en ze kunnen echt gewoon heel veel natuurlijk gedrag vertonen. En dat blijkt wel dat ze dus heel natuurlijk in de bomen nest hebben gebouwd. De kans is groot dat bezoekers binnenkort ook de eerste vliegpogingen van het jonkie kunnen beleven. Ja, daar ga ik wel van uit. Maar het zou natuurlijk zomaar kunnen dat hij dat doet op het tijdstip dat de bezoekers er nog net niet zijn. Maar ze gaan sowieso meemaken hoe hij leert vliegen. Want ja, hij krijgt natuurlijk wel veren, maar hij gaat echt leren vliegen en dan gaat hij zijn vleugels uitslaan op het nest voordat hij echt de vlucht neemt, zeg maar. Dat gaat niet altijd in één keer goed misschien? Nou ja, hij zal in eerste instantie misschien naar beneden vallen en dan moet hij natuurlijk zijn vleugels voor het eerst gebruiken. Dus dat is inderdaad, dat wordt een spannend moment voor hem. De brandweer van Hellevoetsluis heeft in een maand tijd 7 keer bewoners uit 1 en dezelfde lift moeten bevrijden. Het gaat om de lift aan het Evertseplein in de vestingstad. Volgens de bewoners is de situatie onhoudbaar. Verhuurder Maasdelta zegt dat een oplossing nabij is. Hier in deze printplaten zit het probleem, volgens de verhuurder. Maar dit is de oorzaak, volgens de bewoners. Gaten en lekkage in de liftschacht. Daar, kijk. Op de tweede zie je het erger, hè? Ja. Kieren, waar het water dus doorheen komt. Dan sijpelt het dus ook naar beneden
Nou, en dat is natuurlijk een levensgevaarlijke situatie. In een maand tijd moest de brandweer 7 keer uitrukken om bewoners uit de lift aan het Evertseplein in Hellevoetsluis te bevrijden. Nou, dan stopt hij zo half op 2 en 3. En dan komt de brandweer. Die doet die deuren met een koelvoet openmaken. En dan moet je op je kont gaan zitten en dan mag je de brandweerman om zijn nek vliegen. Verhuurder Maas Delta belooft het probleem aanstaande vrijdag op te lossen. Nou, dat hopen we dan. Want het lekt aan alle kanten, het water staat erin. Die jongen die ik van de week gesproken heb, die is eruit gelopen omdat hij onder de stroom stond. Ik zeg, ik vind dat niet normaal. Verhuurder Maas Delta wil niet voor de camera reageren. Maar ze zijn wel aanwezig. Ja, ze zijn net aangekomen. Van het toeval, hè? Ja, dat is heel toevallig. Dat is het design. Hoe kan dat? Ja. Het is... Ze zeiden maar, ze zijn 14 dagen bezig geweest om het te maken, maar hij doet het nog niet. Ja, vind ik een schandaal. Het is een beetje na late tijd, omdat het te veel gaat kosten dan. Als alles aan het licht komt. Schandalig. We zijn gewoon zat. Iedereen is het zat. Wat moet eraan gebeuren? Wat denk je van mijn nieuwe lift? Ja. Maar Stelta denkt de problemen met een nieuwe printplaat op te lossen. Voor de tweede keer binnen een week is er ingebroken in een fanshop kiosk binnen de hekken van de Kuip. Dieven klommen vannacht over het hek en braken het slot van het verkooppunt open. Vooral shirts en trainingspakken waren in trek. Vorige week werd er ook al ingebroken in een soortgelijke keten. Volgens Feyenoord is er voor meer dan €20.000 schade. Een woordvoerder van de club liet weten dat na de eerste inbraak al is besloten om maatregelen te nemen. En bovendien houdt de politie in de gaten of de gestolen goederen worden aangeboden op websites zoals Marktplaats. En voor de sport staat Sinclair Bisschop op de redactie. Sinclair, Feyenoord staat op het punt te worden versterkt met een Turkse aanvaller, Colin Kazim Richards. Hoe zit dat? Als hij door de medische keuring komt, dan zal Colin Kazim Richards voor 1 jaar worden gehuurd van het Turkse Bursaspor. Kazim Richards heeft een Turkse moeder, een vader vanuit Antigua en hij is geboren in Londen. Colin Kazim Richards is 27 jaar en versleet al vele clubs. Hij speelde in Engeland voor Bury, Brighton, Sheffield United en Blackburn Rovers. Maar echt furore maakte hij in het land van zijn moeder. Richards speelde bij de topclubs Fenerbahçe en Galatasaray. En koos er ook voor om uit te komen voor de Turkse nationale ploeg. Met name op het EK 2008, waar Turkije in de halve finales verloor van Duitsland, maakte Kazim Richards indruk. Maar de laatste jaren kon hij niet echt meer overtuigen. Uitstapjes bij Toulouse, Olympiakos en Bursaspor waren geen succes. En Bursaspor staat nu dan ook open voor verhuur naar Feyenoord. In Rotterdam zal hij voor de flanken worden gehaald en de concurrentie met Boetius, Schaken, Basasikoglu en Manua moeten gaan. En dan hebben we in Nederland een nieuwe wielerploeg, namelijk Orange Cycling. Een team met een Rotterdams tintje. Ja, want een van de initiatiefnemers is Michael Zeilaert. Met een ploeg met onder andere oud-renners zoals Erik Breukink, Jean-Paul van Poppel, Michael Bogert. Nieuwe Nederlandse ploeg dus. En vanmiddag werden alle plannen ontvouwd op een persconferentie in Breda. Michael Zeilaert had in het verleden samen met zijn vrouw Leontina een succesvolle vrouwenploeg. Maar al langer liep hij met de gedachte een mannenteam op te gaan starten. Het heeft even geduurd, maar door de hulp van hoofdsponsor Roompot Vakanties is er komend jaar een wielerploeg die zijn opwachting gaat maken als pro-continentale ploeg. Zeg maar een opleidingsploeg voor het stapje naar de Pro Tour. En ik denk dat er op dit moment mensen zijn, die, of jongens zijn, die te snel naar dat hoogste niveau toe gaan. Daar eigenlijk een klein beetje op een dood spoor komen. Want het is logisch dat als je naar de Tour gaat, dat je focus ligt op Bauke Mollema en consorten. Maar ja, er rijden nog heel veel jonge jongens waar je ook goed mee om moet gaan. Nou, onze focus ligt juist op die groep. En dat is ons speerpunt. De nieuwe ploeg met een budget van rond de €2 miljoen biedt plaats aan 18 tot 20 Nederlandse coureurs. Waarvan wordt gestreefd naar een mix van ervaren renners en jonge talenten die de kans dan krijgen hun droom te verwezenlijken. We willen 10 nieuw pro's, zogenaamde nieuw pro's. Jongens die we vanuit de amateurs de kans gaan geven om bij ons te komen rijden, om te laten zien wat ze waard zijn. Daar hebben we er wel 30 van, waar we echt keuzes in moeten maken van goh, een sprinter, een klimmer, een tijdrijder. En dan willen we er een aantal hebben die de sporen hebben verdiend. En die zeggen, nou, ik vind juist, wij geloven ook in die filosofie van dat Orange Cycling Team. En daar willen we juist helpen om die jonge gasten ook wegwijs te maken. De officiële presentatie met de renners voor het komend seizoen zal begin 2015 op de Zesdaagse van Rotterdam bekendgemaakt worden. En eindig ik met het bericht dat Ulrich van Gobbel terugkeert bij Feyenoord. Dan wel als trainer. Hij wordt op Varkenoord namelijk assistent trainer van de D2. Dankjewel, Sinclair Bisschop.
En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Rijnmond Nieuws. Meer nieuws op onze website rijnmond.nl. En nog een mooie dag verder.